Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Nou, laten we eerst maar eens een team bouwen. En wat ik net al zei, we zijn vrij nieuw. Vorig jaar zijn we tiende geworden. Daar proberen we wat vanaf te snoepen. Maar als het een keer gaat lopen met onze ploeg, dan kunnen wij ook. Er zijn 6 tot 8 ploegen die om de bovenste 5 plaatsen gaan spelen, denk ik. Nou, dan hoop ik dat we erbij zitten. Henk de Jong terug bij de Graafschap. Ook terug bij Cambuur. Maar was vorig seizoen natuurlijk nog de trainer van de Graafschap. En is nu dus weer de hoofdtrainer van Cambuur. De Graafschap hier heel makkelijk een penalty. Er wordt wat vastgehouden. De jongen zal er niet blij mee zijn. Maar een penalty voor de Graafschap. Even wel de voorsprong op. Hij is er nog steeds. El Jebli. En wat een toevallige treffer van Jesse Schuurman. De Graafschap wint wel. Snoei klopt de Jong. Ja, als je de Graafschap uit moet, dan weet je dat je een moeilijke start hebt. En we krijgen nog een paar van die wedstrijden zonder ook maar iemand tekort te doen. Ja, wij zijn met een nieuwe ploeg bezig, dus dat vergt tijd en we zijn er niet helemaal klaar. En jongens moeten doorontwikkelen, dus mooi rustig blijven. Maar we spelen wel om te winnen. En daar hebben we vol de steun bij nodig. Nou, en dan gaat er wel iets groeien dit seizoen hoor, maar het is wel groeien. Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Cambuur verliest zelden thuis van Go Ahead. Dit is een prachtig spandoek. Jong en natuurlijk Van der Heijden. Galon en Van Ieperen met de overtreding en manschot geeft Cambuur een strafschop. Dan de vrije trap, helemaal vrij, Schouten de aanvoerder van Cambuur. En zo staat het 2-0. Dan in de tweede helft Muren en ja, weer in duel. Cambuur is vele malen beter dan de Deventeraren. Jacobs, overgekomen naar de jeugdopleiding van AZ met de vierde. De won uiteindelijk ook nog 5-0 via Orad Mangun. Een fikse oorwassing voor de Deventeraren. Als je scoort en 5-0 wint, dat je, en van Go Ahead Eagles, wat als een goede club is natuurlijk, dan denk ik dat je een hele mooie verjaardag hebt. Dit was zo mooi. De manier hoe we onthaald worden als totale ploeg. Hè. Vanaf seconde 1 staan de mensen achter ons. En dat heeft ook te maken met hoe we willen spelen. En dat was het belangrijkste van vanavond. Dat onze supporters zien, oké, dit willen ze doen. En dan gaat straks even een keer fout hoor. Maar dit is de bedoeling voor de komende tijd en voor de komende jaren. En daar gaan we in verder ontwikkelen. Want het is nog lang niet goed genoeg. Het moet nog veel beter. Maar ik zag wel dat de mensen zich erin herkenden. Dat betekent dat we heel aardig voetballen. En dat vind ik weer mooi voor mijn groep. Want die jongens die trainen is niet normaal. En mijn trainers ook, hoe die bezig zijn. Ja, dat is gewoon genieten als hoofdtrainer. En dat het dan zo eruit komt, ja, dat is alleen maar mooi. Dit is Muren. Oude bekende van NAC speelde. Een handje voor wedstrijden. Doelpunt voor Cambuur. Door notabene Muren. Maar de treffer wordt geannuleerd. Omdat Muren net aan buitenspel staat. Zo is het bij rust. Nog altijd 0-0. En is het hier opnieuw Muren die een doelpunt maakt. Maar opnieuw gaat die treffer niet door. Omdat daar op de rand van de 16 volgens Blom een overtreding is gemaakt. Maar zijn treffer wel geannuleerd. En vlak daarna is het raak. Voor Ivan Ilić. Heeft Cambuur nog een kwart wedstrijd. Muren met weer een doelpunt. En weer gaat het feest niet door. Omdat er in de aanloop daarvan al iemand buiten spel stond. En Henk de Jong is inmiddels zo boos vanwege al die afgekeurde doelpunten. Dat hij door Blom en zijn assistenten naar de tribune wordt gestuurd. Maar Henk de Jong verliest. En NAC behoudt de volle score na 3 wedstrijden door een doelpunt van de andere Ilić. Cambuur dat het opneemt tegen Den Bosch. Zonder Henk de Jong, want die is geschorst na zijn rode kaart vorige week. Die is niet zo lekker uitverdedigd door Den Bosch. En dan kan de bal uiteindelijk worden binnengelopen door Jamie Jacobs. In de tweede helft overtreding Abdullahi op Van Delen. Strafschop binnengeschoten door Muren. En vlak daarna
is daar ook nog de tweede voor Muren en de derde voor Cambuur. En Cambuur wint uiteindelijk met 3-2 van Den Bosch. Ik zie die bal voorkomen en hij komt omhoog. En ik zie als het ware dat hij richting de tweede paal gaat. Ik sta op 16 meter, dus ik loop hem door. Dus ik denk, ja, hij moet erin. Dus ik liep gewoon tegenaan. En ging eigenlijk een beetje met mijn heupbeelregio tikte ik hem binnen. Kalon intussen. Kalon. Korpers op maar half en dan overgeschoten door Korte. Waarop Alex Bangura kan komen. De vraag is of Telsa daar wat aan heeft. Haube. Ja, daar heeft Telsa wat aan, want die gaat er nog steeds niet in. Bal wel van de lijn gehaald. Daar is ineens ruimte en daar is het ineens 2-0 voor Cambuur, wedstrijd beslist. De twee invallers doen dat. Ruimte voor Akkoy en voor Bangura. Alex Bangura op het scoreformulier, ja ja. Voor het eerst, hè? Hopelijk niet voor het laatst. Ik denk ook mooi om te zien dat we dus ook op karakter overeind kunnen blijven, hè? Ja, dat vind ik ook. Dat we het op karakter hebben gedaan. Uitwedstrijd winnen. Maar uitwedstrijd, als je daar heel blij om bent dat je die wint, dan is het één zorg dat je de volgende thuiswedstrijd ook wint, want anders ben je weer kwijt. Ik denk al met al heel mooi afscheid. Zeggen, toen hij van mijn voet afgeleden bal, toen voelde ik al dat ik hem echt heel lekker raakte. Dus dan kan je alleen maar genieten. Vorig seizoen wist Cambuur hier te winnen met 2-1. Nu de ruimte gevonden door Cambuur aan de rechterkant bij Van Delen. Orad Mangun, Van Delen doorgelopen, dat is een handig balletje van Orad Mangun. En dan appel voor Hens van Cambuur. Penalty komt er niet. En dan Kalon. Kalon naar binnen toe. Kalon. Ah, schitterend. Maar tegen de paal. Hoekschop komt van Hoedemakers. Die is best aardig. Komt er dan de ruimte voor het schot? Jazeker. Soelaas blokte met dan de omhaal. En de goal voor Cambuur. Kelvin McIntosh. Ik stond met mijn rug naar het doel, dus het enige wat ik kon doen en wat in me opkwam was een omma maken. En dat hij er zo in gaat is heel mooi. Sambisa, Akkoy, Akkoy, ha, heerlijke aanname en... Ja, wat een goede assist zeg, wat een leuk doelpunt. Jacobs.
goal. Tol moet het repareren. Ja, het is een penalty en een rode kaart. Af, die kijkt, ja, die kijkt gewoon naar de lange hoek. Het is de 0-3. Het is voor heel Leeuwarden is dit extreem lekker, eerlijk gezegd. Muren, weg bij zijn tegenstander. Muren weer naar de goal. Gaat hij ook nog een hattrick scoren? Dat doet hij. Uitvak, ja, dat doet wat met je. Maar het was niet alleen het uitvak. Ik zag net ook de andere tribunes. Ja, dat doet mij wel wat denken aan vroegere tijden. En ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja, jongens, we spelen nu ergens om. Maar zeg het maar. Ja, normaal doen. Hè, kwam uit de groep. Nou ja, ze zegt er niks meer over. Hè. Dan gaan we gewoon naar Excelsior. En dan zien we het wel. En als de tegenstander meer punten heeft dan ons, hè, dan hebben ze terecht gewonnen. Dan Cambuur met Muren. En hier Jacobs, die hem de schitterend in werkt. En dan gaat het lopen bij de thuisploeg. Calon sowieso in goede vorm. Dit is niet bepaald lekker verdedigen natuurlijk. En dan is hier nog raak ook Van Delen, die hem erin kan schuiven. Met een geweldige bal. Wat een poging van Muren. 3-0 wordt het alsnog, want hier is Orad Mangou nog vol rust. Met een derde goal dus van Cambuur. In de tweede helft gebeurt er niet al te veel. We zitten in de slotfase als hier de vierde wel gemaakt wordt. Antonia met zijn eerste minuten van het seizoen en ook meteen een goal. Ja, het geeft mij voldoening dat onze supporters vandaag waren er bijna richting de 9000 al. We zijn net begonnen. Dat geeft mij voldoening dat die mensen gaan staan, klappen voor ons en we doen het met z'n allen. Keeper altijd wel fijn als je dan uiteindelijk met een nul de rust in gaat en vervolgens ook eindigt. Ik ben blij dat ik vandaag heb kunnen laten zien dat ik het scoren nog niet verleerd ben. Alleen een schieten, Calon, en daar is hij! Daar is eindelijk zijn doelpunt! Dream.
Gerard Manschoen, die ja, komt er toch langs. En krijgt hem voor. Kalon, die zit erin. Molle geeft, dit zou de 5-0 op moeten leveren. Antonia legt breed en daar is de 5-0. Het is echt onvoorstelbaar. Wij werken van wedstrijd tot wedstrijd. We genieten eventjes. Dat zeg ik ook tegen de jongens. Genieten vanavond na de wedstrijd. En dan gaan we door. Nou, Jong Utrecht doet lekker mee. En hier wordt bijna een eigen goal gemaakt door Hoedemakers. Veranderde het schot van Tjuhachi. Dadelijk van richting. Dit is de corner die daaruit voortkomt. En daar is Van Rooyen. Die maakt altijd aparte goals. Die maakt altijd mooie goals en belangrijke. Cambuur verliest over het algemeen alleen maar in uitwedstrijden punten. En hier een hensbal. En dit is dan nummer 10 voor Robert Muren. En een hele belangrijke natuurlijk voor Cambuur. Je wil je basisdebuut toch wel bekronen met een overwinning. Dat is helaas niet gelukt vandaag. Maar we hebben ook niet verloren. Dus je moet ook niet te negatief inzien, denk ik. We zijn er al lang niet, nog lang niet, maar voorlopig staan we er. Met jonge jongens, met jongens die ergens anders op een bank zaten. Die zijn bij ons aan het bloeien. Ja, en dan denk je, hoe lang duurt het? Maar het is geen toeval, we stelen niks, het is allemaal terecht. Dit schot en daar wordt er niet geslept. En dus is de volgende treffer alweer daar. En weer is het Jacobs.
kwam lekker aanrollen en ik denk ja, gewoon doen. En ja, op het moment dat je hem raakt weet je eigenlijk al van deze gaat erin. Dus ja, mooi moment. Er kwam ook aardig wat ontlading in je los, want je ging helemaal tekeer daar in die hoek. Ja, klopt. Ik kan zeker wat ontlading los. Ja, ik denk als je scoort is altijd een lekker gevoel. En ja, dat hij er zo in gaat is helemaal lekker en het was een belangrijke. Dus ja, we zijn er allemaal blij mee. Het is de helft van de competitie. Ja, fantastische tegenstander. En ja, als je deze wint halverwege de competitie, ja, dat zou echt heel speciaal zijn. Het betekent ook dat je richting 50 punten gaat. En daar gaat het om. Het is meteen vanaf het begin een leuke en boeiende wedstrijd in Friesland. Waar de koploper het dus opneemt tegen een opvallend jong en gretig Ajax. De eerste kans is wel voor de thuisploeg via Isaac Kalon. Jong Ajax dan. Met hier veel ruimte bij Robbie en die scoort. Cambuur dat 15 wedstrijden op rij ongeslagen is. Voor het laatst verloor in augustus bij NAC Breda. Het is dus de ploeg in vorm. En Cambuur krijgt hier een hele grote kans. Maar daar wordt uiteindelijk Demi Jacobs aan het hoofd geraakt. En dat lijkt dan gevaarlijk spel. Jacobs is gelanceerd, bloed ook. Krijgt hij toch echt een schoen in het gezicht van Kikpiri. Maar er komt geen strafschop. En aan de andere kant Quinten Timber. Heerlijk balletje op Sontje Hansen. Hij maakt zijn debuut. Het is de topscorer van het recente WK onder 17. En hij scoort ook bij zijn debuut. En de verrassing is compleet. Koploper Cambuur verliest van nummer 2, Jong Ajax, met 2-0. Die spelers kwamen bij me van Ajax, Eiting. Nou, een geweldig gesprek over voetbal gehad. Hè? En hoe wij dingen doen. En dat ze pas voor dit hadden ze niet verwacht. En hoe zij het dan weer doen tegen ons. En dan komt de trainer bij me. Ja, dan zijn we echt goed bezig met z'n allen. En dat vond ik ook mooi van het publiek. Hè? Het publiek bleef allemaal staan na de tijd. Hè? Tuurlijk gaat er wel eens iemand uit, maar gewoon een applaus voor de jongens. En dat vind ik echt mooi bij Cambuur. Dat de mensen dat ook herkennen. Dat we echt wel goed gedaan hebben. Alleen het was vanavond net niet goed genoeg.